Niet hier falen, dit is de laatste daarin. Oh, je hebt hem. Je staat alleen al naar de finish. Nee. Bro, je mag... Nee. Dat was de finish. Jongens, Jaraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie. We zitten hier vandaag weer samen met Ryan. Hoi. Hoi, en Liam. Uh-oh. Hoi. Wat is dit voor race dan? Ik word helemaal de andere kant op gelanceerd. Ik begrijp nog niet dat ik eraf ben. De race ook weer heel veel kijkers mee. En volgens mij, weet je hoe volgens mij deze race heet? Oh nee. Ik ben de eerste. Ben je al gefinished? Nee. Ja, pas op hoor, er zitten ook bijna geen checkpoints tussen. Deze race heet 100% Impossible. En ik denk dat ik ook wel weet waarom die zo heet. Ik hou alles. Oh nee, serieus? Ja, Ryan rijdt hier. Nee, ik crash echt. Ik crash gewoon meteen, ouwe. Ik kan niet eens een meter rijden. Maar, we gaan vandaag weer drie verschillende races. Dus heb je er zin in? Ram natuurlijk tussen kei op lijken. Dat zou ik super gaaf vinden. En nee. Ik word er steeds afgegooid. Ik ben bij de finish bijna. Nee, serieus? Hoe kan dat? Ja, lucky bastard. Ik zie de finish. Nee, ik was best wel ver, ouwe. Ojojo, dit is zoveel geluk hebben gewoon. Of Liam is een professional tussen windmolens doorrijden of zo. Ja. Ja, echt? Daar ben ik heel goed in. Kan je er niet gewoon naartoe glijden of zo, joh? Oh, ik moet helemaal hier weer beginnen. No way. Je moet hopelijk niet terug, heel toch? Heel veel mensen spannen onder het platform. Oh, echt? Ja, ik zie het inderdaad. Ik krijg een berichtje. Leuk, we spannen beneden. Die kunnen we sowieso niet halen. Maar kijk hoeveel windmolens er staan, jongen. Dit is toch... hoe kan dit? Ik snap wel waarom die hem 100% impossible heb genoemd. Maar... Oh. Wij horen bij de 101%. Dus wacht jij maar. Finish. Ja, ik heb de checkpoint! Ik heb de checkpoint! Finish. Moet je nog verder? Hoeveel checkpoints moet je? Oh! Oké, ik zie het! Ik zie het al, ja. Ben je gefinished? Ik ben gefinished. Op de eerste plek. Hoeveel geluk heb jij, bro? Ja, maar ik reed op het begin in één stuk door. Ik heb de volgende ook weer. Ja, als je er eenmaal langs bent... Ik ben er één keer afgevlogen. Oké, hier moet ik ook in één keer langs. Ja, ik heb hem! Oh! Nee, ik ga over de checkpoint! Nee, niet! Wat? Ik ben er overheen gevlogen en ik heb hem alsnog! Ik ben er overheen gevlogen! Uh-oh. Ik was zo hard nadenken wat er nou was gebeurd dat ik hem gewoon volledig afreed door het stomme ding. Gewoon gaan! Ja! Zo. Ja, maakt allemaal niet uit, joh. We gaan even opnieuw. Dit is wel een grappige race, maar dit heeft niks met racen te maken. Dit heeft alles met geluk te maken. Zo! Zo! Ik was een raket, bro. Zag je dat? Wow, joh, mijn motor stond ook in de fik, hè. Oh, nog een keer. Ja. Wat? Ik denk dat ik even rechts ga proberen. Ja, we proberen hem rechts, inderdaad. Zo niet al te snel. Go. Nou, ja, kijk, ik remde even af omdat je dat zei. Ja, zie je? Dat deed ik speciaal voor jou. Ja. Yeah. Kijk. Hop. Hier ben je gefinished. Oh, hier is de finish, ja. Derde plek, jongen! Okay. Woo! Dat je best is. Hey, Ryan. Ja? Waar blijf je nou? Achteraan. Achteraan. Ja, maar ik raak alles. ja. Heb je de eerste checkpoint al? Ja, maar nee, hoe haak ik hier in godsnaam doorheen? Oh, er rijdt ook iemand helemaal op de weg. Dat zijn die heeft er geen zin meer in. Ja, die zijn waarschijnlijk ondergespand, inderdaad. En ja, als je onder het platform spant, dan kan je niet veel. Ik ga eens even kijken waar Ryan is. Als je nog niet langs het eerste stuk bent, dan wens ik je ook heel veel succes. Dat kan ik je wel zeggen. Oh, je bent er bijna. Er zit één open stukje in. Bij mij zit je in de grond! Bij mij zit je in de grond! Ja, maar hoe wil je hier langskomen? Kijk dan hoe ze draaien, jongen. Dit is... Ja, maar... Ik kan hier toch niet doorheen? Ja, je moet volle snelheid moet je er langs. En dan gewoon puur geluk hebben. Nee. Oh. Volle snelheid. Neem een aanloop, ouwe. Want dit gaat zo niet lukken. Dus op een ontplof je. Kijk. Ja, daar gaat hij. Ja, hier, hoppa! Lekker, man. Hier rechts erlangs. Dat heb ik ook gedaan. Oh, kijk even Ja, helaas. Ik heb hier, Jawel, dit is het einde. Je hebt een checkpoint gepakt. Nee. Kijk maar. Huh? Nee, maar ik had daar wel een checkpoint, Liam. Ik er niet. Oh!
Weet je, nee, ik snap hem al. Omdat ik was over één checkpoint heen gevlogen. Nee. Maar er stonden dubbele checkpoints. Dus ik pakte de tweede checkpoint van die dubbele checkpoint. En daardoor spande ik dus wel al hierin en Ryan ervoor. Snap je hem? Dus ik had heel veel geluk dat ik er dus overheen was gegaan. Ryan. Oh, niet hier vader. Dit is de laatste, Ryan. Je hebt hem. Hier staan alleen al naar de finish. Nee. Bro, je mag... Nee. Dat was de finish. Dat was de finish. Nee. Eén bochtje. Oh, yo, yo, oh, gaat lekker. Oh, nee. Ja, hier de laatste. Pas op, doe het rustig, alsjeblieft. Ryan. Je bent een ezel. Je bent een ezel aan de straat. Ryan de ezel, het is niet meer. Verander je YouTube naam, bro, naar Ryan de ezel. Dit kan echt niet, Ryan. Dit kan echt niet. Twee keer hetzelfde randje die je pakt, hè, bro. Oh, zo. Oi, yo. Ja, jij bent ook een raket geworden, joh. Kijk, nu staat je motor in de fik. Glijd naar de finish. Kom op, jongen. Oh, nee, je kan het niet meer. Je kan niet meer glijden. Nee, te laat. Blussen, hoppa. Go. Oh, hij is er langs. Spannend. Go. Oh, wat gebeurt er? Wat? Bro, je teleport alle kanten op blazen. Oké, Ryan, rustig, rem, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Hij heeft ook nog ingehaald. Oh. Ja, wordt toch even ingehaald. Hé, je bent gefinished, jongen. Ja. Goed gedaan, bro. Applausje, goed gedaan. En ook voor jou, Leon, want jij was eerste. Goed gedaan, jongens. Alright, dat was... Nee, thanks. Dat was race nummer 1. We gaan door naar race 2. Race 2 gaat ook beginnen. En Ryan, als ik jou was, zou ik snel naar de finish gaan. Ik kan deze race. Ryan, die moet naar de wc. Oh, het is contact. Hey, het is contact! Nee! Yeah. Ja. Nee! Ja, dat is mijn fout, jong. Ja. Wat is dit nou weer? Hoezo zit je opeens mij uit te schelden, bro? Nou. Nou ja, een loser van een verliezer, hè. Oh, oké. Ja, jij bent een loser, want jij gaat zo meteen iets in je broek doen in plaats van op de wc. Ja. Je kan ook gewoon... Oh. Oh, maar ik val naar beneden, serieus. Nee, ja, context staat aan. Busje. Oh nee, jij allemaal door die busjes. Dat gaat echt niet goed komen. Oh nee. Als je nu op de eerste plek ligt, dan heb je geluk. Dan heb je van niemand last namelijk. Oh, ik heb last. Oké, aan de kant jongens, ik kom er ook aan. Oh nee, iedereen staat in die bus. Nee, er staat iemand zijwaars ook. Hé jongens, laat me even voor, ik heb een busje vast. Ik heb een busje vast. En zo noem je het in België, busje vast. Ja, nooit! Iedereen zit hier nu, jongen! Ja! Van jammer. Ja, ik zie, wacht, ik ben, probeer achteruit te gaan! Iedereen duwt me eraf! Oh, ik ben er langs. Ik ben derde. Nee, ik doe het achteruit, ja, dat werkt niet. Ja, jij hebt geluk, Liam. Jij hebt dus geen last van anderen, ja. Hè? Ik stond net laatste. Die... Echt? Ik ben gewoon... Ik ben allemaal onder jullie doorgegaan. Wacht gewoon, jongens, doe dan even rust. Maak gewoon een rij! Jongens! Alsjeblieft, maak een rijtje. Ga... Drink dan niet voor, jong! Ja, wat doet deze gast nou weer? Maak een rijtje! Jullie zijn allemaal voordrinks. Dat doen jullie ook allemaal in de supermarkt. En ook allemaal bij het vliegtuig. Gewoon netjes een rijtje voor me, jongens. Alsjeblieft. Zo, oké, ik ben er langs. Doe je ook allemaal bij Meemrijd en Griet? Hoppa, wat zei je, Ryan? Oh nee, iedereen rijdt nu op die wal. Ik kan niet eens iets zien! We zijn Ik heb er echt iets van 4 of 5 afgebeurd. Ja, er vallen er weer een paar! Niet me duwen, wie er ook achter me zit, alsjeblieft! Wees... Nee, doe niet hoor. Ja, ik ben daar niet meer. Oké. Oh, ik heb hem. Ik vertrouw die gast achter me niet, ik ben nu aan het stressen, jongen. Oké, ik ben er langs. Wajo. In plaats van dat ze ook even netjes een rijtje maken, gaat ze gewoon allemaal er langs duwen, jongen. Oké, ik ga via rechts. Ik heb last van die gast. Ik hou jullie nog wel in, wacht maar. Hey Ryan. Oh, ik ben nu bij die springplankjes.
Nee, ik ga naast die springplankjes. Ik kon niet sturen. Mijn voorwiel had geen grip, dus ik stuurde wel, maar dat deed niks. Dom. Mijn eigen fout. Hoe gaat die bij jullie, jongens? Ik sta daar, hè. Bijna ik bij finish. Val van mijn motor af. Oh, nee, ik ga over de checkpoint, Liam. Goed zo. Oh, ik ook. Nee. Oeh, ik... Oh, nee, die... Oh, ik stuit er te veel. Ja, ik moet misschien toch echt een baten gaan halen, jongens. Ik gebruik al 6 jaar lang de Akuma, maar... Oh, en ik word geduwd. Oh nee, iedereen is hier weer. Jongens, nee, blijf even bij die busjes. Ga maar voordringen nee, allemaal. Ik val te knap. Nou, oh, ik ga finishen. Oh, gaan jullie maar voor? Nee, Rijn. Ik ben tweede. Oh, Rijn is gewoon tweede. Jongens, jullie hebben er zin in vandaag, man. Ja. Ja, eigenlijk niet echt, maar. Oh. Eigenlijk niet. Omdat het maar moet. Nou. Grapje. Nou, helemaal leuk dat jullie meedoen. Kijk dit weer, ja. Finish. Woo! Alright, ik ben aan het vliegen. Hoe ver moet ik nog? Ik ben nu op dat donkere platform. Hier ben ik aan het zigzaggen. Ik sta 10, dus ik kan sowieso nog wel finishen. Oh, ik zat te lang vast bij die bussen, jongen. Omdat iedereen elkaar zat te beuken. Nu bij de containers. Oh. Ik stuurde eerst de scherp en daarna stuurde ik de scherp weer de andere kant op. Hey. Niet zo scherp van je. Nee. Oké, ja, die was wel goed. Die was wel goed, eerlijk is eerlijk. Oké, rustig even hier overheen. Alles onder controle. Zo. Checkpoint pakken. Turbo. Niet over de checkpoint, want dat gingen jullie net ook. Oké, ik ook. Ik kon het eigenlijk, want jullie gingen ook alle twee eroverheen. Dus ik kon het eigenlijk ook wel weten. Nee, ik ga gewoon naast de boost, kijk. Hier komt de finish, denk ik, hè, daar. Ja. Nee, hier moet je vol gas. Nee, helemaal niet. Nou, zullen we vol gas staan, dan gaan we. Nee, want de checkpoint zit dichtbij. Nee, de checkpoint zit dichtbij. Ik zag het op mijn mapje, jongen. Hoppa! Ik zag op mijn mapje dat die checkpoint heel dichtbij die rem stond. Ik dacht, ik doe het rustig. Ik ga niet meer naar Liam luisteren, want ik wil gewoon even door de finish heen. En dat hebben we gehaald. 2 motorraces achter elkaar. We hebben het alle 3 weer goed gedaan, jongens. Yes. Trots op jullie. En we gaan meteen ook door naar... De laatste race. De laatste race gaat ook van start en ik heb weer non-contact aangezet. En daar ben ik blij op, want we staan best wel dicht op elkaar, jongens. Alright. Dat zijn wel, ik ook. Je kan een lap halen in 54 seconden, was het toch, Liam? Nee, dat is niet. Oké, okay, nou, succes. Ik ga voor 2,5, ja. Dan, ja, het is een Grand Prix race. Ik kan eerst en niet de bochten afsnijden, jongens, dan speel je vals namelijk. Eerst lap. Ik draai hem een rondje. Nee, je moet oppassen, hoor. Ik heb de Emmerus gepakt, want er stond dat de snelste auto was. De Emmerus, nee, niet de Emmer. Oh, ik slip inderdaad ook weg. Oh, dan gaat mijn eerste positie. Dat is jammer. Buiten binnenbochtjes pakken. Het is echt geen fijne auto. Nou, op zich rijdt hij wel lekker, maar je moet oppassen inderdaad met de randjes. Want anders slip je namelijk wel. Oh, oké, never mind. Niet alleen op de randjes slip je weg. Haal hem maar allemaal in. Ja, doei. Ik zie ook mensen vliegen, jongen. Hey, Liam, we liggen weer bij elkaar. Ik dacht, het is zo alleen weken naar voren. Het zou een goed baantje zijn van de F1. Inderdaad, ja. Dit is wel een mooi baantje. Maar ja, die hebben we helaas niet. Hey, Ryan. Rijdt Ryan hier ook ergens? Ja, die rijdt iets voor me. Dan gaan we die eens even inhalen. Ik weet ook niet wie is. Iedereen die heeft bijna dezelfde auto. Ik pak de binnenbocht, jongens. Hey. Maak een kleur aan je. Oh. Je zit al lap 2. Heb je nou een paarse auto? Ik ben een lap 2. Ja, ik heb een paars gemaakt. Oh, pas op hier. Hey, Ryan! Hey, Jan. Nee! Oh, jij slipt ook weg, hè? Ja. Ja, ik ook daar. Iemand anders is ook al gecrashed. Dit is wel een oplet Grand Prix race, hoor. Ik wil alleen Ryan nog even inhalen. Ja, Ryan, pak het dobbeltje maar, jongen. Goed zo. En nu ga ik sneller weg, namelijk. Ja? Wacht maar, oh, doei Ryan! Nee, jij hebt weggeslipt, hè? Ryan nog? Ja. Oké, fair enough. Hier oppassen dat je niet gelanceerd wordt zoals die 2 voor ons doen. Iedereen die springt daar de lucht in, dat denk ik dus net ook. Maar je moet leren van je fouten, hè? We zijn geen ezels. Ja, Ryan. Hey, je was wel gefinished, hè? There's nothing on that. Even iemand langs scheuren, maar die zag die bocht niet. Dus hij heeft er ook helemaal niks aan gehad. Dat is zo hard ging. Finish al mensen, goed bezig. Maar ik sta voor Ryan en Liam. Hey Jan. Oh nee, wat? Nee, Ryan, doe normaal. Bro, serieus? Waar kwam je vandaan? Ik had die bocht afgesloten.
Ik was serieus helemaal blij. Ik zei echt letterlijk op dat moment, ik lig voor Ryan en Liam. En die gast die haalt me letterlijk voor de finish in, ouwe. Dat goed. Weet je, ik zal mijn zin wel even opnieuw zeggen. Ik ben voor Liam geëindigd, dat was mijn doel. Nee, grapje, grapje. Hij haalt me gewoon voor de finish in, jongen. Ja, oké. Okay. Applausje, Ryan. Ja, bedankt, bedankt. Ik geef het daar wel naar. Ik vind dat we vandaag weer mooie races hadden, jongens. Ja, ja. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je hebt genoten, ram natuurlijk zo'n kaarten op die like of geniet. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Check Ryan's kanaal uit. Check Liam's kanaal uit. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Oei. Bye bye.